Yo, Vacuumgamers, Lars hier. Welkom terug in de wondere wereld van Nico Bellic en zijn supercoole groene broek. Vandaag gaan we weer lekker aan de slag met een gloednieuwe missie, want Nico heeft er weer zin in. Alleen, één klein probleempje. Vorige keer heeft Nico een chickie gekregen. En die chickie stuurde me nu een sms'je. En nou denk ik eigenlijk stiekem dat de chickie het met hem uit gaat maken. Dat zou best wel vrij vlot zijn, want ze hebben elkaar eerder op de avond pas ontmoet. Maar ik heb de vorige keer ervoor gekozen om Roman Bellic te redden in plaats van op date te gaan met mijn chickie. Dus ik denk dat ze boos is. Laten we even kijken. Nico, where did you go? I couldn't find you. Did something important come up? Are you involved with some bad people? Nee, Michelle, er is niks aan de hand. Ik moest een paar mensen doodrijden, maar dat is gewoon een normale dinsdagavond voor Nico. Uh-oh. Ik denk dat Michelle pissig is op Nico. En op zich snap ik dat wel. Dus misschien moeten we gewoon eens eventjes gaan kijken hoe het eigenlijk gaat met Michelle. Want ik kan nu natuurlijk wel weer een missie voor Roman gaan aanpakken. Maar als Nico zijn chickie negeert, dan heeft hij binnenkort geen chickie meer. En dat vind ik wel een beetje sneu voor hem. Dus laten we... Ja, rustig aan jongens. Laten we even kijken hoe het met onze chickie gaat. Want we moeten de liefde natuurlijk ook aandacht geven. Het is alleen maar moord en ellende voor de rest in Liberty City. Dus aandacht voor de liefde is aandacht voor de wereld. Die kan op een tegeltje. Hapsakee. Laten we eens kijken wat mijn chickie van me wil. Misschien wil ze gaan vissen. Misschien wil ze veel van Bill. Dat is... Prima parkeerplek. Waar woont ze? Daar. Oké, dus dan is er... gaan we toch een stukje dichterbij parkeren. Even kijken wat ze allemaal willen hoor. Hallo, Michelle. Leuk huis trouwens. Misschien kunnen we beter hier gaan wonen, want dit huis ziet er beter uit. Michelle, heb je nog wat te melden? First date. Ah, kutsie kutsie. Op de burgershot. Nee, ja, echt romantisch, Nico. Romantisch, goed bedacht. You will make friends and meet girlfriends as you spend time in Liberty City. Ah. Maar dit is niet echt een plek voor een eerste date, Nico. Je neemt je eerste date niet mee naar de McDonald's. Dat doe je niet. Perestroika. Playing games, watching cabaret show en stand-up comedy acts, dat is ook... Oh, dat vinden ze leuk. Maar je moet er dus wel achter zien te komen wat elke chick leuk vindt. Want lang niet iedereen vindt het leuk om naar de McDonald's te gaan. Of om naar een cabaret show te gaan. Of naar een theater of wat dan ook. Dus je moet wel een beetje uitvogelen van... Nou, deze chickie vindt deze dingen leuk. Deze chickie vindt die dingen leuk. En ze mogen het natuurlijk niet van elkaar weten. Dat ze elkaars chickie niet zijn. Want die komen al vast meer chickies. Gezellig. Hallo. Mevrouw, u doet Spider-Man na en u hangt op zijn kop. Onacceptabel gedrag dit. Each girl and girlfriend, ja zie je. We have their favorites and least favorite activities. Moest dat nou, mevrouwtje? Jeetje. Oké, dit zijn guns. Dat is wel vreemd. Many of your friends have special abilities. Dit is niet iets om naar een eerste date mee te nemen. Een shotgun en een afgezaagde loop. These range from delivering guns to providing bombs to help you get those hard to reach targets. Krijg ik ook nieuwe auto's? Dat zou ook wel leuk zijn. Want een goede auto kom ik altijd van pas. Ja, dat was een knalvijf. Dat was een goede date. Die vent heeft zoveel gegeten dat hij ontploft is. First date. Ja, rustig aan. De avond is nog jong. Rustig aan. It's Nico. Hallo. Oh, ze vindt het niet erg dat ik haar heb laten zitten de vorige keer. Gelukkig maar. All your stuff is new. Some even still have tags on. Oh, well, I like things clean. Wil ik weten wat ze met die zooi gedaan heeft? Everything is new. Yeah, I'm kind of obsessed with cleanliness. Oh, dan moet je vooral bij Nico wijzen. Als Nico iets niet is, dan is hij hygiënisch. Behalve zijn groene broek. Die was hij elke week 3 keer met het allerduurste wasmiddel wat hij kan vinden. Want dat is namelijk... Nou, dat doet het goed op je eerste date. Dat is een beetje... awkward. Zullen we hem zo noemen? Waar gaan we heen? To the fun fair. Naar de kermis. Let's go. Love the fun fair. Actually, we call it carnival here. Ik geloof dat het een beetje... Nou, die heeft er zin in, deze chickie. Als je chickie whoop-de-doo zegt op het moment dat ze je ergens mee naartoe neemt. Nou, dan weet je wel, dat gaat helemaal goed komen. Nico met zijn chickie naar de carnaval. Waar is mijn auto? Take Michelle naar het carnaval. Oké. Als ik ergens een hekel aan heb, dan is het carnaval. Kan er niks aan doen.
Ik kan er echt niet tegen. Maar, al weet je, als Nico zijn chickie er blij van wordt. Prima, dan vind ik het ook goed. Alles om de dame blij te maken, hè. Oh, rustig aan. Deze auto rijdt wel lekkerder dan die andere trouwens. Dus Nico moet deze chickie houden, want dan mogen we de auto blijven lenen. Oh. Moet je de auto wel heel houden, Nico? Want ze zegt... Oh, daar gaat mijn motorkap. Hoppakee. Ze zegt er ook niks van. Zo van, no, Nico, ik heb je 5 seconden in mijn auto laten rijden. Mijn hele auto is naar de graftaffers. Ze vindt het allemaal prima. Dus blijkbaar is dit ook weer heel normaal gedrag voor een eerste date in Liberty City. I'll take it. Nico, the carnival isn't open. I think they're going to turn it into a big Las Ventura-style theme park. Oh. There's a bowling alley over on the boardwalk. Why don't we play a few... Las Venturas. Is Las Ventura... Let's go bowling. Go bowling with Michelle. Is Las Venturas, dat is die stad uit GTA 5? Nee? GTA San Andreas? Ja, San Andreas. Dan klopt het wel. Nico heeft er ontzettend veel zin in om als eerste date uit te komen. Rustig aan, Nico. Ik weet niet hoe jullie eerste dates over het algemeen gaan, maar meestal wordt er niet in gesprint. Oké, play a few frames of bowling. Let's go bowling. Ik hoop dat ik dan weet hoe dat moet. Hoe doen we dat eigenlijk? Kunnen we hier bowlen? Je mag niet op de bowlingbaan lopen, Nico. Dan worden ze heel boos. Ik denk dat we bij deze vent moeten zijn. Hallo? Ben jij de bolmeister? Goed schilderij. Ik wil dit schilderij ook. A if you want to bowl. Memory lane. Oké, een empty lane to bowl in. Op het hoekje. Dat is de beste plek. Als je toch mag kiezen, dan ga ik op het hoekje. Oké, Nico, let's go bowling. Niet met mijn cousin, maar wel bowling. A en D om in positie te komen. Ready. In one motion, pull the mouse backward and quickly thrust it forward. Oké. Oké, dat was niet echt heel best, Nico. Maar dit is dus wel het grote probleem. Ga je je chickie laten winnen op de eerste date, ja of nee? Of zeg je van, misschien moet ik harder gooien. Ga je je chickie laten... Ga je je chickie laten winnen op de eerste date? Ja of nee? Even kijken of zij het beter doet, hoor. Als ze het beter doet, dan... Deze chickie kan zoveel beter bowlen dan Nico. Normaal gesproken is Nico wel goed met de ballen, maar... Spare! Spare. Zo sta ik er ook altijd bij als ik een spare heb. Oké, we kunnen dit beter. Ik kan dit beter. Let op. Komt ie, hè? We moeten harder thrusten. We gaan dit binnen staan en... Hop! Oké, hij kan hier dus gewoon echt helemaal officieel niks van. Meer naar links. Dan wil ik in ieder geval al die ballen om. Dat is dan mijn goal. Alle ballen. Bam. Hey, spare. Lekker. We gaan niet hier een uur staan bowlen, hoor. Dat gaan we echt niet doen. Hoppakee. Eat to quit. Ja. Ja, ik heb gewonnen. Can you take me back? Ah, natuurlijk. Let's go. Ik hoop dat de auto er nog staat. Oké, jongens. We hebben gesport. We hebben gebold. 3, 2, 1. Wedstrijdje wie het eerste bij de auto is. Degene die het eerste bij de auto is, hoeft niet te betalen. Yay. We gaan lopen rustig, Nico. Rustig. We kunnen niet gaan rennen met onze chickie. Ze zijn op date en ze loopt 3 meter achter hem. Ik rij mensen plat. Dat is wat ik doe. Dat is mijn taak. Dat kan ik heel goed. Echt 10 punten voor degene die dat bowling logo ontworpen heeft. 10 punten. En een zoen van de juf. We gaan toch even rennen, want anders schiet het niet op. Waar is mijn auto? Daar is mijn auto. Je kan Nico's auto altijd herkennen aan de enorme deuk in de motorkap. Dat is echt precies hoe je Nico's auto herkent. Hoppakee, instappen mevrouwtje. Nou, dat was een goede eerste date. Dat ging lekker. Als dit niet bonkie wordt, dan weet ik het ook niet meer. Ik denk dat we binnenkort allemaal kleine Nico'tjes en kleine Michelletjes hebben rondlopen hier. Maar dit gaat echt helemaal top. Kijk uit voor de politieauto's. Daar heb ik geen zin in. Rustig aan, Nico. En die politieagenten vinden het ook prima, hè. Zo van, joh, dik ongeluk voor mijn deur. Best, ik krijg gewoon door, want mijn donuts worden koud. Dat is hoe die politieagenten het doen.
Het boeit ze echt helemaal drie keer niks in deze stad. Nog een keertje, Bochum, andere Bochum. En daarheen. Hier wonen ze toch ergens? Ze woonden niet zo heel ver weg hier. Toch? Nee, hier. Staat mijn eigen auto er nog? Of hebben ze die ook ondertussen weer gejat? Deze gangsterbuurt. Oh nee, die staat netjes geparkeerd. Nice. Perfect. Midden op straat. Goed zo. Oh, dat was een goede date ook nog. Nico, oude romanticus, jongen. See you soon. Zie je, Nico die weet precies hoe hij de chickies aan moet pakken. Nico weet precies hoe hij ze het hof moet maken. En hij weet ook precies welke chickie het leuk vindt dat de auto in elkaar gereden wordt op de allereerste date die ze had. We krijgen wel een like trouwens van Michelle, dat is nice. Mocht jij nog geen like gedaan hebben, jongens, smash hem er eventjes op. Dan kan ik ondertussen rustig naar Roman gaan rijden. Vandaag gaan we natuurlijk gewoon lekker weer de volgende keer een missie doen. We kunnen Nico niet de hele dag alleen maar romantische dingen laten doen. Dat wordt hem niet. Dus de volgende keer is gewoon Roman weer aan de beurt. Voor nu wil ik jullie ontzettend bedanken voor het kijken naar deze aflevering van GTA 4. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het liken van deze aflevering. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op Vaco Games, ga dat dan zeker even doen. Klik even op het abonneerknopje, ram die bel in, dat zou awesome wezen. En jongens, hopelijk zie ik jullie dan de volgende keer weer terug bij de volgende aflevering van... Volgende remmen gaan we het redden? Nee, net niet. Bij de volgende aflevering van GTA 4 hier op Vaco Games. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En jongens, namens Nico en zijn supercoole broek, tot de volgende keer. Mazzel!